Mijn beleggingsidee van vandaag is Albemarle. Albemarle is een Amerikaans chemiebedrijf. Doen onder andere in smeerolie, koelvloeistof. Maar het allerbelangrijkste wat ze doen is lithium delven in Chili en in Australië. En lithium is de grote groeimarkt, want dat wordt gebruikt voor oplaadbare batterijen. En we zien de vraag daarnaar enorm toenemen de komende jaren. Want elektrische auto's, dat hebben we net gehoord, dat gaat het worden. We verwachten een verdubbeling van de vraag naar lithium de komende jaren. Terwijl het aanbod ook wel toe zal nemen. Dat is waarom de koers van Albemarle de afgelopen maanden fors onder druk heeft gelegen. Er kwam nieuwe capaciteit aan lithiummijnen, werd er gepland. Maar voor die mijnen er zijn, neemt die vraag veel sneller toe. Dus wij verwachten dat zowel de prijs van lithium wat verder kan stijgen, maar vooral dat de volumes heel fors omhoog gaan. Dus ons beleggingsidee voor deze week is: koop Albemarle. Bob Homan van ING, dankjewel. Albemarle, ik vind het wel, moet ik heel erg zeggen, een leerzame avond, heren vanavond. Albemarle had ik werkelijk nog nooit voor gehoord. Jullie wel? Nee, nooit voor gehoord. Nee. En het is een lithium. Ja, ik wel. Gelukkig. Een lithiumboer dus. Ja, eigenlijk wel. En ze hebben twee mijnen. En lithium zit overal in de wereld, wel in de grond, ook in China. Maar om een beetje goede kwaliteit naar boven te krijgen en het ook zo te prepareren dat het geschikt is voor accu's, voor oplaadbare batterijen, is nog een heel ding. En ze zijn een top 3 speler in het lithium in de wereld. Oké, en dat is wel iets waar toekomst. Is dat iets waar jullie naar kijken? Van die partijen die in grondstoffen zitten? Ja, we krijgen heel veel vragen over lithium en elektrische auto's. Nou, we hadden het net bij Alphanel over de groei van elektrische auto's. Uh-huh. Dat is echt wel de toekomst. Dus ja, dan zit je wat dat betreft denk ik wel goed. Geldt dat specifiek voor lithium, omdat het in batterijen zit? Kobalt bijvoorbeeld ook. Kobalt, ja. Wel, kobalt is belangrijk. Hè. Kobalt heb je echt heel erg nodig. Van lithium weet ik niet. Ik denk dat het makkelijker opgraafbaar is. Kobalt is moeilijk. En ze proberen om in die batterijen het percentage kobalt naar beneden te krijgen, omdat daar zeer weinig kan gesourced worden. Maar het is een In de huidige batterijen, in alle oplaadbare batterijen, wordt volgens mij lithium gebruikt. Mm-hmm. En lijkt op korte termijn ook niet vervangbaar door iets anders. En er zijn ook geen ideeën om dat te doen, omdat het is geen hele dure grondstof. Het programma is mede mogelijk gemaakt door de Giro. De Giro is beleggen, altijd en overal. En pro beleggen. Meekijken met de beste professionals.